Woerden kent veel talentvolle inwoners. Eén daarvan is de 18-jarige Luc Vaillant, student aan de Nederlandse Filmacademie in Amsterdam. In zijn vrije tijd maakt hij onder de naam Luca da Puca opmerkelijke animatiefilmpjes. Wat is animatie? Animatie is eigenlijk het tot leven brengen van iets wat origineel stilstond. Dat kan dus in de computer gebeuren met bepaalde programma's of met stop motion, met een camera in het echt. Stop motion? Ja, stop motion, dat doe ik zelf niet, maar dat is het telkens maken van een foto en een object een klein beetje verschuiven elke keer. Waardoor je eigenlijk de illusie krijgt van beweging en dan iets tot leven kan brengen. Waarom is deze materie zo interessant voor jou? Ik ben sowieso sinds jong al wel erg geïnteresseerd in computers, maar ook in film en een soort een creatieve, leuke kant. En wat ik nu maak, dat is eigenlijk een goede soort van samensmelting tussen die twee dingen. Dus dat maakt het voor mij echt super interessant. En de technologie blijft maar vooruit gaan en er blijven maar nieuwe dingen komen. En ik vind dat super leuk om allemaal bij te houden. Further ado, in de categorie kunst en cultuur. Wie is de winnaar? Luca da Puca! Enkele maanden geleden is Luca onderscheiden door het jongerenplatform Amsterdam met de Young Amsterdam Award categorie kunst en cultuur in de leeftijd van 15 tot 27 jaar. Ik werd gebeld door hen en berichtjes gestuurd van we willen jou nomineren. Dus nou ja, ik voelde me wel vereerd en zo ging dat eigenlijk. En hoe ben je op het idee gekomen om muziek te combineren met Lego steentjes? Nou ja, ik ben zelf erg fan van het programma wat ik namaak, 101 Bars. Het is een beetje iets wat onder jongeren wel veel speelt qua muziek. En ik vond het ook leuk om te animeren met Lego. Dus ik dacht, laat ik gewoon namaken wat ik zelf leuk zou vinden om te kijken. En dat is een leuk programma voor jongeren, mixen met wat ik zelf leuk vind. En er hoort ook bij dat je de rapmuziek leuk vindt. Ja, dat is het. Mensen, 101 Bars, dat is eigenlijk ja, een rapprogramma en dat is onder jongeren speelt het rap natuurlijk wel heel veel en dat vind ik zelf ook leuk. En het is juist een soort leuk contrast om de, nou ja, over het algemeen stoere rappers te mixen met, nou ja, een beetje sullige Lego steentjes, zeg maar. En dat maakt het denk ik waarom heel veel mensen het ook heel leuk vinden. Rapartiesten, zoals Joost Klein, reageren geregeld met likes en appjes om aan te geven dat ze dit echt heel gaaf vinden. Ja, ik heb een TikTok-kanaal waar ik het vooral post. En dat zijn dan filmpjes van rond de 30, 40 seconden. En ik breng ongeveer elke maand of elke twee maanden iets uit die dan al mijn volgers kunnen zien. Wat jij doet, dat is kunst. Maar is het nou eigenlijk ook een ambacht? Ik denk van wel dat het een ambacht is, want het is echt een heel specifiek iets wat je moet kunnen. Op de computer met deze bepaalde programma's werken, dat is iets wat je over de jaren heen leert en wat echt wel vrij specifiek is en niet heel veel mensen kunnen dat. Daarmee zeg ik niet dat het niet mogelijk is, want het is echt alles is op internet te vinden en iedereen kan het. Maar je moet het wel even onder de knie krijgen. En het is echt een ambacht. Is het dan ook bruikbaar in andere sectoren dan kunst en muziek? Bijvoorbeeld in de wetenschap of in voorlichting? Het is wel echt een platform om kunst te maken, maar kunst kan natuurlijk ook dienen, informatief dienen en ook educatief gewoon. Het is op meerdere manieren wel in te zetten. Avonds leuker nu wel zummen. De tijd die verandert, want de bedragen voor een prinsenshow die worden steeds anders. Ja, ik zit wel even vast hier in de game als een anker. Ik heb nu zelf 31.000 volgers. Maar even al mijn video's, dat zijn er rond de 10, 12 bij elkaar opgeteld. Al die views bij elkaar, dat ligt rond de 10 miljoen. Albine Sports, ja ik heb het op mijn arm staan. Alles voor ons, dus we kunnen never arm gaan. Barst de heet broeder, Mike die voelt er warm aan. Brussen in de beelden als je hoort dat... Op mijn laatste video is maar 13% van mijn kijkers eigenlijk uit Nederland. Er komen mensen van Rusland tot Amerika, tot Mexico, tot overal in de wereld kijken mensen de video's. Vooral als het meer internationaal gerichte video's zijn. Mijn moeder die ging stuk dus, ik moest het wel maken bro, maar ik ben op doekoe brada en dat is al jaren zo, want ik was radicaal en dat was die van... Ja. Hoeveel maak je er zo in een jaar tijd? Nou, het ligt er een beetje aan hoe druk het is op school, maar ik nu rond elke twee maanden
maak ik een video. En die video is dan rond de 30, 40 seconden die mensen kunnen bekijken. En daar doe ik dan per video ongeveer 15 à 20 uur over om één zo'n video in elkaar te zetten. Door met nieuwe filmpjes zichzelf uit te dagen om met behoud van kwaliteit het leuker, grootser en nog gekker te maken, komen er op TikTok steeds meer volgers bij. Country muziek met lucifershoutjes, kan dat ook? Dat kan zeker ook. Als daar, ik denk dat de markt daar iets kleiner voor is. Maar je kan het zo gek niet bedenken. Het is toevallig dat ik Lego heb gekozen. Maar je kan van ander speelgoed naar echte mensen. Naar nou ja, alles wat je maar kan bedenken kan in de computer worden gemaakt. Dus country muziek met lucifers. Dat kan zeker. Branson. Hey, ja man, ik ben hier met mijn Goonie uit Friesland man. Duitse rapper, maar ik kan ook Nederlands. Hoe ziet jouw toekomst eruit? Nou ja, ik heb het niet helemaal uitgepland, maar ik ben van plan om mijn studie af te maken, die ook gerelateerd is met wat ik nu aan het doen ben. En dan uiteindelijk voor de grote films en series visual effects te maken en dan echt voor die films te gaan werken.